Van anoniem naar prominent PvdA-lid met landelijke bekendheid en dat in minder dan een jaar. Het lukte Sander Terphuis met zijn verzet tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen. De actie van Terphuis was succesvol. In Nederland blijft het niet beschikken over een verblijfsvergunning geen criminele daad. 120 kleine kinderen van asielzoekers, vluchtelingen in de cel. Sommige dagenlang met hun ouders. En dit jaar is dat helaas niet anders. Misschien was de massale steun voor Terphuis wel mede ingegeven door zijn persoonlijke betrokkenheid bij het lot van vluchtelingen. Terphuis werd in Iran geboren als Ahmed Khalij Ghani. Hij vluchtte op zijn 18e naar Nederland en nam een Nederlandse naam aan. Op de vleugels van zijn succesvolle protestactie probeert Terphuis nu met voorkeurstemmen in het Europees Parlement te komen. Hij staat op de lijst van de Nederlandse Sociaal-Democratische Partij, de Partij van de Arbeid. Zijn campagne richt zich op een menselijker immigratiebeleid en het verdedigen van mensenrechten. De Europese verkiezingen worden in Nederland op 22 mei gehouden. Radio Zamaneh sprak met Terphuis over zijn vlucht uit Iran, het Europees immigratiebeleid en de verhouding van Europa tot Iran. Als we het hebben over onze beginselen en idealen als sociaaldemocratie, dan is het werkelijk onaanvaardbaar, onacceptabel en het kan niet. En daarom blijft het dus ook strijden totdat er geen kind meer in de cel zit in ons land. Sander Terphuis, welkom bij Radio Zamaneh. Okay. Je bent kandidaat voor het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid, de Sociaal-Democratische Partij in Nederland. En je bent bekend geworden het afgelopen jaar in Nederland met je strijd tegen de strafbaarstelling van illegaliteit voor vreemdelingen in Nederland. Wat is voor jou de reden om je kandidaat te stellen voor het Europees Parlement? Om te beginnen, ik ben gek op politiek. Maar ik denk dat geldt voor veel landgenoten van mij, Iraniërs, dat wij ons betrokken voelen bij de wereld om ons heen. Met name als het gaat om onderwerpen als mensenrechten, vrijheid, rechtvaardigheid. Met die drijfveer, met die passie ben ik ook mijn pad, althans het politieke pad, ingeslagen. En ik heb een tijd inderdaad, zoals je al terecht opmerkte, mij bezig gehouden met nationale aangelegenheden. En ik denk dat uiteindelijk voor heel veel onderwerpen, voor heel veel problemen, oplossing ligt in Europa. En ik noem het al, he, mensenrechten, vrijheid, gelijkwaardigheid. Dat we daar ook echt in Europa moeten zijn om daar een grote vuist te maken. En daar hoop ik met mijn kandidatuur als Europarlementariër daar een goede bijdrage te kunnen leveren. Dan sta je op plek 11 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Dat is geen verkiesbare plek, schat ik zo in. Wat ben je aan het doen om toch te proberen het parlement in te komen? Je hebt dan een zogenaamde voorkeursstemmen. Dus dat wil zeggen dat als er een bepaald aantal mensen specifiek op jou stemmen, dan maakt de plek op de lijst niet meer uit. Dan heb je zoveel democratische legitimatie, zoveel steun van de kiezer, dat je in het Europees Parlement komt. En in mijn geval is dat zo rond 20.000 stemmen. Mensen dus die op mijn persoonlijke stemmen. Maar goed, ik ben ook Iraniër en een vechter. Ik heb ingezet voor 50.000 voorkeursstemmen. En dat hoop ik ook met mijn geweldige campagne-team te gaan halen. Dat klinkt als een mooie opgave. Hoe heb je je campagne georganiseerd? Ik heb eerst een agenda uitgewerkt, mijn Europese agenda. Dat is te lezen op www.sanderterphuis.nl. Dat is mijn persoonlijke website. En daar lees ik dat ik een aantal thema's wil gaan behandelen in het Europees Parlement. In het bijzonder mensenrechten. Bestrijding van onderdrukking, bescherming van mensenrechtenverdedigers. Vervolgens, aan de hand van die agenda, ben ik ook verder gaan denken. En toen kwam ik uit natuurlijk bij een campagneteam om me heen. Bestaande uit 15 enthousiaste en gedreven leden, teamleden. Met hun hebben we vorige week zaterdag een leuke, mooie campagneaftrap gehad. Idee uitgewisseld. En met die agenda gaan we nu echt door het hele land. Spreken we mensen, gaan we in de steden campagne voeren, pers en media, via de social media. Dus van alles en nog wat proberen we inderdaad toch die ambitie van 50.000 voorkeurstemmen te gaan halen. Nou zijn immigratiebeleid en buitenlands beleid van de Europese Unie onderwerp van codecisie in de Europese Unie. Dus daar gaat niet alleen maar het parlement over, dat moet je samen doen met de Raad van Ministers. Wat verwacht jij dat jij in het Europees Parlement kunt bereiken op die onderwerpen? Kijk, ik denk, laat ik ook heel eerlijk zijn, ik heb ook niet de hoogste dromen of ambities, hè, dat ik nou in mijn eentje
het hele immigratiebeleid en asielbeleid in Europa humaner kan maken. Maar ik heb wel een eerlijke agenda. En dat wil zeggen, op een aantal punten waar het echt misgaat in Europa, dan heb ik het bijvoorbeeld heel bazaal over het opsluiten van kinderen in de cel, kinderen van vluchtelingen, van asielzoekers. Dat wil ik tegengaan. Als het gaat om het strafbaar stellen van illegaliteit, dus als je op een gegeven moment in een land niet mag blijven, dat dan jouw bestaan als persoon strafbaar wordt, dat kan principieel niet, dat kan moreel niet, het is not done. Dus dat soort hele foute dingen wil ik tegengaan. En als je nou vraagt hoe je dat gaat doen, nou, ik heb natuurlijk behoorlijk wat kennis, ik ben jurist, ik ben politicus, ik spreek meerdere talen, ik heb de vaardigheden om in het Europese parlement met ruim 700 leden, om daar vrienden te maken, medestanders te verzamelen, om daar die mooie agenda, de rechtvaardige agenda, hopelijk waar te maken. Dus even op dat immigratiebeleid focussen, dan met name de strafbaarstelling illegale, waar jij je in het afgelopen jaar enorm voor hebt ingezet. Vond je dat niet lastig om dat te doen als lid van de Partij van de Arbeid? Nou, ik vond het lastig dat Partij van de Arbeid, mijn partij, in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet een VVD gaf aan de rechtse partij als VVD. Dus met andere woorden, PvdA heeft ermee ingestemd dat illegaliteit strafbaar werd. Dat vond ik niet kunnen vanuit onze beginselen, vanuit onze idealen. En daar heb ik ook die strijd voor gevoerd. Natuurlijk was het soms lastig, want wij zitten ook inderdaad in de coalitie, hè, als Partij van de Arbeid. En dan komt zo'n vervelend lid, partijlid, die dan roept, nee, dat moet anders. En die gaat ook nog een hele petitie op tafel zetten, die gaat leden mobiliseren, congres, ledenraad, een hele discussie. Maar tegelijkertijd vond ik het ook buitengewoon goed eigenlijk, want los van die strafbaarstelling zie je nu dat in de samenleving veel meer gepraat wordt over menselijke behandeling van vluchtelingen. En nog los van coalitieoverwegingen op dit moment, maar de Partij van de Arbeid is natuurlijk ook voor een heel groot deel verantwoordelijk geweest voor de invoering van de vreemdelingenwet zoals we die nu kennen en de uitvoering daarvan. Kijk, vreemdelingenwet 2000 had tot doel om het asielbeleid, om het vreemdelingenbeleid efficiënter te maken, doeltreffender te maken en korter. In zoverre zou je kunnen zeggen, dat was een mooi concept. Maar gaandeweg hebben wij, dat is helaas een beetje de afgelopen jaren, dus het probleem van de Nederlandse politiek, we hebben de afgelopen jaren 6 kabinetten gehad. Iedere anderhalf jaar, 2 jaar een nieuw kabinet. Dus voordat een nieuw beleid daadwerkelijk kon worden uitgevoerd, was er een kabinet gevallen opnieuw. En we hebben natuurlijk vorig jaar, voor het laatst was het erg belangrijk, een kabinet gehad met CDA, VVD en de PVV. En met name de PVV als gedoogpartner, die heeft een hele foute agenda als het gaat om immigratie en asielbeleid. Die wilde eigenlijk het liefst eigenlijk alle vreemdelingen het land uit. Zo kwam het dus opnieuw. En toen zag je in anderhalf jaar tijd dat het echt heel verkeerd ging met de fundamentele zaken als gezinsmigratie, toelating van vluchtelingen. En wat ik nu doe, probeer ik met name te doen, los van de strafbaarstelling, ook weer terug naar die waarden die we als mensenrechtenland, als een beschaafde natie moeten beschermen. Kun jij je verenigen met wat er in het partijprogramma van de Partij van de Arbeid staat over vreemdelingenbeleid en immigratiebeleid? Nou, zeker op een aantal punten wel. Maar alleen welke punten niet? Wat ik zelf vind is meer de uitvoering. Ik zal een concreet voorbeeld geven. In ons partijprogramma staat ook bijvoorbeeld dat er kinderen niet in de cel horen. Geen kind in de cel. Maar het gebeurt nu wel. En daar voeren we nu ook een enorme strijd. Ik zelf persoonlijk, maar ik vind ook nogmaals, je kunt gewoon niet maken om een kind van 5, 6 of 7 jaar dat uit een oorlogsland gevlucht is, neem als voorbeeld Syrië, dat hij dan rechtstreeks wordt vastgezet in de cel. Dat is aan geen mens uit te leggen, aan een sociaaldemocraat als een PvdA, zeker niet. En dat strookt ook niet met ons programma. Dus wat we moeten doen is ook vooral dat eerlijke programma, dat beleid van sociaaldemocratie, gewoon zuiver en eerlijk uitvoeren. Je hebt ervoor gekozen toen je naar Nederland kwam om de naam Sander Terphuis aan te nemen. Ja. Kun je iets vertellen over hoe je tot die beslissing kwam? Hoe jij je verhoudt tot je eigen immigratie en hoe je immigratie misschien van daaruit bent gaan beleven in de politiek? Ja, inderdaad. Ik had natuurlijk een keer ook al mijn mooie Iraanse naam. Voor luisteraars, Ahmad Elishani. En dat klinkt altijd even grappig, want ik moet dan denken van, oh ja, ik heet het zo. Maar goed, dat heb ik al een aantal jaren geleden. En ik ben nu veel meer gewend geraakt aan mijn Nederlandse naam. En ik heb natuurlijk ook gewoon de hele, om te beginnen het asielbeleid meegemaakt, het toelatingsbeleid. En vervolgens de hele inburgering in de Nederlandse samenleving. En voor mij was het onderdeel daarvan,
als ik nou een Nederlandse naam aanneem, dan voel ik mij nog meer thuis als het ware in mijn Nederland. Voor de rest zitten geen ingewikkelde ideologische dingen achter, gewoon pragmatiek en voelde goed. Dus ik heb de Hollandse naam aangenomen en vanuit dat vertrekpunt zie je ook nu dat ik, nou ja, wat ik zeg nu echt, onderdeel geworden ben van de Nederlandse samenleving en dat ik me ook enorm verknocht voel aan dit land, aan mijn nieuwe thuisland. En ook daadwerkelijk kan bijdragen, bijvoorbeeld, hè, wat ik net aan vroeg, immigratieonderwerpen. Ik kan vanuit mijn eigen ervaring aangeven wat het betekent als je op een asielzoekerscentrum ziet, helemaal troosteloos en wanhopig te wachten op een antwoord van immigratiedienst, of je wel of niet mag blijven. Dus al die onzekerheden heb ik meegemaakt, al die ellende aan de lijf ondervonden. Dus ik kan ook nu vanuit mijn eigen ervaring en natuurlijk ook gericht op een mensenrechtenagenda aangeven, zo en zo moet het. Nou is wat betreft die mensenrechtenagenda in Europa natuurlijk op dit moment de wind niet gunstig. Veel populisme in verschillende landen. Immigratiebeleid is niet een onderwerp waar iedereen het over eens is op dit moment. Ben je niet bang dat dat in het Europees Parlement jouw geluid op dat gebied een beetje gaat verdrinken? Nou, dan ik hoop het niet. Ik denk dat het echt als één ding is, of één aspect, één zaak is waar we voor moeten blijven strijden, is dat wel over mensenrechten. Mensenrechten, ik heb ook wel eens ooit gezegd, mijn slogan is ook mensenrechten overal en altijd op nummer 1. Want als we die waarde, dat beginsel loslaten, dan is dat wel een hele grote bedreiging voor de wereldgemeenschap. En je kunt nog zo van investeren in de financieel aantrekkelijke dingen. Maar als je als mens je niet vrij voelt en je wordt als mens niet gelijkwaardig behandeld, dus gediscrimineerd omdat je uit Iran komt of omdat je donker haar hebt, dan denk ik dat we als samenleving, als wereldgemeenschap een heel groot probleem hebben. Dus nogmaals, mensenrechten overal en altijd nummer 1. En natuurlijk wil ik dan ook in Europa voor hard gaan maken, maar ik wil ook dan ook, denk ik, tot slot aan de hand van mijn eigen levensverhaal vertellen wat het betekende als je als 18-jarige jongen, in mijn geval, je vaderland moet ontvluchten, je dierbaren moet achterlaten, omdat je zo naar die mensenrechten verlangt. Nu houdt het Europees Parlement zich ook bezig met mensenrechten en mensenrechten in Iran. Er was onlangs een delegatie van de Europese parlementsleden in Iran. Vind jij dat dat soort contacten nuttig zijn? Ja, zeker. Ik denk dat soort contacten nuttig zijn, maar wel met opmerking dat ook wel effectieve contacten moeten zijn. Dus met andere woorden, ik las bijvoorbeeld een mensenrechtennota van ons kabinet, van minister Timmermans. Daar werd zoveel keren gesproken over dialoog met Iran en sommige andere landen. En toen had ik een beetje genoeg van. Ik dacht, ja, dialoog, leuk, we kunnen weer met ze gaan praten. Maar ondertussen worden die mensenrechtenverdedigers, advocaten, schrijvers, journalisten, die worden wel opgesloten in Iran. Die worden wel gemarteld. Dus contact blijven houden, dus met andere woorden hun niet geheel wegzetten, want dan gaat het toch op hun gang. Met ze wel in contact blijven, maar ook daadwerkelijke tanden laten zien. Maar wat betekent dat concreet? Dus op welke gebieden moet je wel de dialoog openhouden met Iran? En op welke gebieden niet? Als je weet dat er tegelijkertijd journalisten worden opgesloten, mensenrechtenverdedigers worden opgesloten en mensen worden opgehangen. Ja. Nou, ik zou zeggen heel concreet, als je hebt over dialoog en contacten, haal die mensen ook naar Europa. Laatst hadden we een paar jaar geleden bijvoorbeeld, een prijs uitgereikt aan een Iraanse advocaat, een Sakharov-prijs, voor mensenrechtenverdedigers. Maar die dame zat toen in de gevangenis. En dus die kon haar prijs niet komen ophalen in Straatsburg. Dan zou ik zeggen, zet er alles op aan, alles. Dat je zegt, nou, wij geven als Europa, als een beschaafde Westen, een signaal dat dit niet zo kan. En dan willen we ook een prijs aan die dame uitreiken. Maar ja, als die dame nou vastzit, dan is het signaal ook zo weg. En wanneer komt dan de grens in zicht als Iran nou weigert op dat soort terreinen mee te werken aan Europese eisen? Waar ligt de grens? Nou, kijk, als je mij vraagt, heel eerlijk, maar goed, dat heeft ook te maken met mijn eigen levensverhaal gevlucht uit Iran. Ik vind dat de grens in zekere zin nu al is overschreden. Dat wil zeggen, de onderdrukking, martelingen gaan door. Mensenrechten worden nog steeds behoorlijk geschonden. Dus ik zou dan zeggen, dat bedoel ik ook precies met die effectiviteit. Doe als Europa alsjeblieft iets. Laat het ook niet alleen bijvoorbeeld over aan de Big Brother Amerika, alsof die dan de oplosser moet zijn. Dus laat je tanden zien. En ik heb ook ooit in een stuk in de Volkskrant geschreven, heel concreet, pak die mensen aan die dat met handen aan de knoppen zitten, die dat doen. Bijvoorbeeld het bevriezen van rekeningen. Het reisverbod. Het reisverbod is een goed voorbeeld. Nou, zo hebben we een scala aan mogelijkheden aan die machthebbers om ze te pushen,
om ze duidelijk te maken van dit is echt de mensenrechte grens en nu ga je niet te ver. En dus als ik ooit in het Europees Parlement kom, dan is het wat mij betreft wel met ze blijven praten. Ook uitleggen waarom we dit niet willen, waarom we niet willen dat mensenrechten worden geschonden. Maar worden niet naar geluisterd? Laat alsjeblieft iets zien, daden. Je eigen vluchtverhaal is een heel bijzonder verhaal. Je was hier als sporter in Nederland, als worstelaar van het Iraanse team. Ja. En je besloot te blijven. Hoe is sindsdien jouw contact met Iran en met familie en vrienden in Iran verlopen? Wat waren daar positieve kanten aan, wat waren daar negatieve kanten aan? Kijk, ik zei wel, ik ben op mijn 18e gevlucht, zonder familie. En met het grote verlangen, sterk verlangen naar vrijheid. Toen ik eenmaal hier was, was het in het begin natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Hè? Alles is anders. Dus je begint een nieuw leven. Maar tegelijkertijd, diep in je hart ben je ook een Iranier. Hè? Diep in je hart ben je een Pers. Het liefst, ik zeg altijd Pers, ik kom uit Perzië. Het geeft meteen een leukere associatie en connotatie dan Iran. Dus ik heb ook altijd die liefde gekoesterd voor mijn vrienden, familie en Iraanse gewoontes. Dus ik heb natuurlijk altijd contactmatig met mijn broer. En die woont nog in ons ouderlijk huis in het zuiden van Teheran. Dus dan informeer ik via hem over de rest van de familie. Maar bij mij thuis ook. Nog wat ik zei, Persische tapijt, Iraanse rijstpan. Van Cholli Kebab tot noem ze allemaal op. Dat komt gewoon lekker op de tafel. Mm-hmm. En dan geniet ik ook van volop. Dus in dat opzicht, ja, ik geniet eigenlijk van twee mooie werelden. Waren er negatieve effecten voor jouw vrienden en familie in Iran van jouw vlucht? Ja, nou, dat deel van je verhaal terecht. In het begin wel. Want zoals je al opmerkte, ik heb deelgenomen aan de wereldspelen voor gehandicapten. Dus dat was een soort zeg maar, internationale wedstrijd. Wat in Nederland plaatsvond jaren geleden. En ik deed dan worstelen. Als worstelaar voor het selectieteam kwam ik naar Nederland. Toen ik eenmaal gevlucht was, dachten de Iraanse autoriteiten van ja, kom op zeg. We hebben ongelooflijk veel geld geïnvesteerd in die man. We hadden gehoopt dat hij met een gouden medaille terugkomt. Maar hij ontvlucht. En hij maakt onze naam negatief schandelijk. Dus ze waren natuurlijk erg boos op mij. Ze hebben ook zeker de eerste paar maanden hebben ze echt hun best gedaan om mij terug te krijgen. Ze hebben mijn familie onder druk gezet. We hebben in Iran een zaak, een winkel. De winkel hebben ze een paar dagen dichtgegooid, keer op keer. Ze hebben mijn broer een paar keer meegenomen, vastgezet. Dus iedere keer weer met die druk, mentale druk en ook wel echt wel lastig vallerij proberen. Zoveel ik krijg dat ze mij terugkrijgen. Maar mijn moeder zei ook in de eerste dagen dat ik hier was, had ik haar aan de telefoon. Ze zei, nou kom alsjeblieft niet terug, want we kunnen jouw leven niet garanderen. Als je nu door Rouhani, je bent lid van het Europees Parlement, laten we dat even aannemen. En Rouhani nodigt je uit voor een bezoek aan Teheran. Zou je gaan? Nou, om te beginnen, dank voor deze bemoedigende woorden. Ik kom graag in de First Parliament. En even iemand daar ben en Rouhani nodigt me uit. Ik zou zeggen ja. Ik zou zeggen ja, maar dan wel natuurlijk op het begin diplomatieke bescherming. Want ik ben ook natuurlijk wel hopelijk aan weer gewoon terugkomen. Ik wil nooit met die Iraniërs daar wat ze aankunnen. Maar ik zou zeker gaan. En ik zal dan wel oprecht met vuist op tafel slaan. En ik zal hem ook natuurlijk wel wijzen op zijn beloftes. Hè, toen ik kandidaat president was. Zeggen dat hij wel zeker verwachting heeft gewekt. En ook wel uitleggen dat, wat ik zelf nu zie in mijn contacten met Iraniërs. Dat er zo ongelooflijk veel jongeren zijn in Iran. Die verlangen naar vrijheid. Die verlangen naar hun eigen wil. Hun eigen keuze. Dat je het ook niet kunt volhouden. Het enige argument kan zijn dat je de macht wil behouden. En dan om die reden onderdruk je dan de mensen. Want zou ik zeggen, laat ze alsjeblieft vrij. 22 mei zijn de verkiezingen in Nederland voor het Europees Parlement. Hoe zien jouw komende weken eruit? Druk. Ja, enorm. Nou, we ook wel tegelijkertijd heel erg mooi moet ik zeggen hoor. Met mijn campagne op stap. Eigenlijk de afgelopen dagen waren we constant met media of her en der druk. Vanavond weer bij een debatcentrum in Amsterdam. Morgen naar de stad Zutphen gaan we daar campagne voeren. En dan even rust, dus Pasen, Paasdagen. En dan komende week weer volop. En ook proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Je eigen kandidatuur goed positioneren. Dus ik heb er ongelooflijk zin in. En ook vol energie en inspiratie. Ontzettend veel succes. En we hopen dat je een mooi succes hebt op 22 mei. Dankjewel. Dankjewel.